Een hele herkenbare situatie. Er wordt regen voorspeld, maar bij jou valt er geen drup. Neem nou landbouwers. Zij geven voorkeur aan af en toe wat neerslag. Maar strandgangers daarentegen, die willen juist veel zon en geen neerslag. Dat kan best frustrerend zijn wanneer het weerbeeld niet aan je wensen voldoet en even verderop wel. Zo'n Lubbers vroeg zich af of dit te maken heeft met het landschap. Heeft de grond en de lijn waarop je je bevindt invloed op de weersomstandigheden? Meteoroloog Alfred Snoek legt het je uit. Om een antwoord daarop te geven moeten we eerst even kijken naar wat voor neerslag wij nou kennen. Zo kennen we frontale neerslag, regen, die van west naar oost overtrekt bij de passage van een regenfront. Nou, in dat geval is er geen ontkomen aan. Iedereen krijgt zijn portie regen wel te verwerken. Maar het is anders als we met buien te maken krijgen. Want buien die hebben een lokaal karakter. En dat kunnen we heel duidelijk zien in deze animatie. Je kan tussen dit soort buien gewoon doorlaveren. En dan heb je geluk. Dan heb je gewoon een droge dag. Maar het kan ook anders. Buien kunnen soms echt in lijnen overtrekken. Zit je dan onder zo'n lijn, dan krijg je over de dag gezien een aantal buien over je heen. Maar zit je er precies tussenin, dan is het droog en breekt zelfs regelmatig de zon door. Nou, laten we eens even wat in detail kijken naar zo'n bui. En dan in doorsneden. Nou, zo'n bui die kan behoorlijk hoog groeien. 10 kilometer of zelfs meer, zeker in het zomerseizoen. Dat betekent toch dat je een heel groot weersysteem hebt. Wat gewoon netjes met de heersende windrichting wordt aangevoerd. Het landschap heeft dus maar een beperkte invloed. Zeker zo'n rivier, want er is een fabeltje dat de rivieren de buien tegenhouden. Die doet dat absoluut niet, want die grote bui die trekt gewoon over dat hele kleine blauwe streepje. Nou ja, als boerin van de heuvelachtige Veluwe vraag ik me dan af, heeft het landschap helemaal geen invloed op de buien? Ja, toch heeft het landschap wel een heel klein beetje invloed op buien. Als we wat verder uitzoomen op Nederland, een dwarsdoorsnede, dan valt er bijvoorbeeld in de kustprovincies, vooral in het najaar, duidelijk meer neerslag, omdat het zeewater nog warm is. Maar ook de Veluwe zijn toch wel een gebied waar duidelijk meer neerslag op jaarbasis valt. En dat komt omdat de lucht daar toch een beetje gedwongen wordt om omhoog te gaan tegen dat Veluwe-massief. En daarbij produceert het dan net even wat meer neerslag. En de Veluwe bestaan uit zandgrond. Vaak is het het gebied in Nederland waar de eerste onweersbuien ontstaan op een warme zomerdag. Maar één ding staat vast, de meeste buien vallen links en rechts van je en niet bij jou. Dat is dan een gelukje voor de strandganger, maar pech voor de boer. Zou het gras dan werkelijk groener zijn, een stukje verderop? Stof om over na te denken. Heb jij nu ook een leuke weervraag? Mail deze dan naar weervraag@weerplaza.nl. En wie weet wordt die beantwoord in de volgende video.